Dag allemaal, lezen voor de lijst, De Laatkomer van Dimitri Verhulst uit 2013. Een goede samenvatting vind je op scholieren.com. De Laatkomer is een tragicomedie. Combinatie dus van het tragische en het komische. En dat is heel duidelijk herkenbaar in het boek. Het tragische zit hem in de rol van de onvermijdelijke vergankelijkheid. Het gaat om een persoon die net doet alsof die dement is. En de dood is het onvermijdelijke einde. Op de voorkant van het boek staat een ganzenbordspel met aan het eind de dood. Nou, de dood en dat doodgaan en de vergankelijkheid, dat is het tragische element. Zeker hoe dat hier beschreven wordt. Het komische is vooral neergelegd in de figuur van Monique, de burgertruttige echtgenoot van Désiré Cordier. Die Désiré Cordier is degene die voorwendt dat hij dement is. Dus een hele gewone burgerman, een beetje een laffe man, een bibliothecaris die zijn hele leven eigenlijk verzuimd heeft zich aan het leven te geven, richting te geven aan het leven. En nu voor het eerst van zijn leven stelt hij een daad. En die daad is dat hij zal gaan doen alsof hij langzaam aan het verdwijnen is in die dementie en uiteindelijk dood zal gaan. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Hij is 74, maar kerngezond. Hij doet zich als voor als een dementerende man van 74, met wie het bergafwaarts gaat, maar met wie in werkelijkheid niks aan de hand is. Nou, dat is eigenlijk een heel origineel gegeven, vind ik. Dat je dat als onderwerp van je boek kiest, vind ik toch wel een mooie keuze. Maar dan moet je het uitwerken en dat is natuurlijk nog weer verhaal 2. Er is dus niks met hem aan de hand, of het moest zijn dat hij betreurt in zijn leven gebrek aan daadkracht te hebben gehad. Hij heeft te weinig lef gehad. Hij had al lang moeten scheiden van die vervelende Monique, die hij ook haat en bij wie hij zelfs niet in het graf zou willen liggen, zoals er in het boek staat. Maar hij heeft nooit de moed gehad om zijn leven richting te geven en te zeggen, ik ga daar nou mee stoppen, ik ga het anders aanpakken, ik ga mijn leven anders invullen. Ook met zijn werkelijke liefde, Rosa, gaat het allemaal niet zo goed als hij de kans krijgt om haar te kussen op een soort dansfeest. Als zij vraagt zelf, zullen we naar buiten gaan, dan doet hij het niet. En die passiviteit is denk ik heel kenmerkend voor hem, tegelijkertijd met een hele scherpe opmerkingsgave. Hij ziet heel goed hoe de boel in elkaar zit. Maar voor liefde en levensgeluk komt hij echt te laat. Hij had al veel eerder in zijn leven daarvoor moeten kiezen. En wat dat betreft is hij dus, daar heb je de titel, een laatkomer. De laatkomer. Degene die te laat inziet, ik kan mijn leven zelf richting geven en dan word ik gelukkiger dan ik nu ben. En daarmee hebben we meteen het thema van de roman te pakken. Het ontbreken van de moed om keuzes te maken die tot liefdes- en levensgeluk zouden leiden. Het gebrek aan moed. In zijn brave burgerbestaan is hij vast komen te zitten in een relatie met die vreselijke Monique, de petter, een burgertrut, bekrompen, dom, dominant, grillig, vol verbale fusillades, giftig, iemand die hem verwijt veel te drinken terwijl hij het misschien bij 3 glaasjes rood houdt, een paar glaasjes drinkt hij maar, huichelachtig, zo groot als ze is,
Seksueel is ze als een koelkast. En later wil ze dan wel de liefde met hem bedrijven en drinkt ze hem erectiepillen op die hij weigert. Die drinkt ze trouwens ook op haar schoonzoon die ze ook weigert. Met zo'n vrouw moet het huwelijk natuurlijk wel mislukken. En daarmee is op den duur het leven van die bibliothecaris mislukt. Al het getreiter van Desiree is hij meer en meer met zwijgen gaan beantwoorden. En hij denkt dat past ook bij iemand die dementeert. Zijn eigen leven beschouwt hij ook als mislukt. Klein stukje humor daarin. Monique gaat de tweede of derde huwelijksnacht naar huis, want hij heeft een scheet gelaten. En ze is helemaal overstuur en ze gaat naar haar ouders omdat hij dat heeft gedaan. Als Desiree zich voordoet als dementerend, kan hij ontsnappen aan de mislukking van zijn bestaan, denkt hij. Maar vooral aan Monique, en dat lukt inderdaad goed, die hij haat. En zoals ik gezegd heb, hij wil zelfs niet met haar in één graf begraven worden. Hij stelt zich eerder voor, blijkt uit de slotzin, dat hij begraven wordt bij Rosa. Zijn, ja, degene die hij lief heeft, denk ik. Maar in ieder geval betreurt hij de kans die hij voorbij heeft laten gaan met Rosa. Op geniale wijze doet hij zich voor als dement. Hij bestudeert de ziekte van Alzheimer en hij neemt de trein naar Nergenshuizen, steekt bonte, niet passende kleding in een winkel aan de winkelhaak en haalt het eraf en neemt het mee en het past het en het staat hem van geen kant natuurlijk. Hij lijkt wel gek. En hij gaat dan niet betalen. Nou, dat heeft tot gevolg dat de politie er zich mee bemoeit. En in beide gevallen wordt hij door de politie thuisgebracht. Dus als hij gaat treinen zomaar ergens heen naar Van Luik, wil hij naar Frankfurt. Maar hij komt niet zo ver. Hij doet helemaal de demente figuur na en hij wordt thuisgebracht. En dan valt het woord dementie. Dat doen die politieagenten. Ja, dan is lijden in last. Dan moet er natuurlijk actie worden ondernomen. En hij gaat nu alle gedrag vertonen in dat tehuis waar hij uiteindelijk terechtkomt. Er wordt nog heel mooi verteld hoe hij daarheen gaat. In huizen winterlicht. En gaat hij allerlei dementiegedrag vertonen. In bedpoepen. Daar begint de roman ook mee. Stemmingsschommelingen heeft hij. Slaapstoornissen doet hij na. En hij doet net alsof hij gedesoriënteerd is in ruimte en tijd. En dat is heel kenmerkend voor het dementieproces. In een van de flashbacks herinnert hij zich Rosa Roosendaal, op wie hij als jongeman verliefd was. Op een dansfeest vraagt ze hem ten dans en daarna mee naar buiten, in de hoop natuurlijk dat hij haar zal kussen. Maar hij heeft de moed niet om zover te komen. En ja, dan gaan ze maar weer naar binnen, want buiten is het toch wel aan de koude kant. Hij verprutst die kans die zich daarna ook nooit meer voordoet. Hè? Want dat is de vergankelijkheid van het leven. De tijd raast door en we hebben onze kans niet gegrepen. En dus is hij ook niet met haar getrouwd, maar is hij blijven hangen aan die Monique. In het verpleeghuis komt hij Rosa weer tegen en probeert zoveel mogelijk bij haar te zijn. Maar daar is ze dan natuurlijk ook lelijk en dement. Met een kunstgebit dat ze voortdurend uit heeft en dan weer aan. Nou echt, mensonterend. Een andere belangrijke persoon voor het verhaal in het verpleeghuis is de kampcommandant Walter de Bot, die mogelijk had kunnen fungeren als een brug terug naar de samenleving voor
Desiree. En dan als een gezonde oudere man die de moed heeft gehad om het verraad van die Walter de Bot, om wat hij gedaan heeft als kampcommandant, aan de media te melden. En dan kan hij als de grote held met opgeheven hoofd het huis Winterlicht verlaten en kan hij ook weer terug naar huis gaan eventueel. Maar typisch voor hem, hij kiest daar niet voor, niet echt. Kiest hij daarvoor, hij laat het zo, hij overweegt de mogelijkheid en zo gaat zijn hele leven eigenlijk aan hem voorbij en hij overweegt mogelijkheden, maar hij doet het niet. Hij had hem namelijk kunnen verraden aan de media die op een gegeven moment aan de poort van het winterhuis staan en daar had hij best kunnen zeggen van, weet je wel wie hier zit en dat heb ik gedaan. Ik heb me dement voorgedaan en daarom is hij degene die ik ontmaskerd heb. Dan zou hij als held thuisgekomen zijn en kon hij zich weer als gewoon gezond voordoen. Maar nee hoor, die keuze maakt hij niet. Voor de zoveelste keer is hij passief. Wat Desiree eigenlijk wil, behalve liefde en geluk, is uitstijgen boven de normaliteit van zijn leven. We hebben allemaal een gewoon burgerlijk bestaan. En als dat niet bevredigend is, als we ongelukkig zijn met zo'n vrouw als die Monique bijvoorbeeld, dan moeten we een richting geven aan ons leven. Dan moeten we een besluit nemen. En dan stijgen we boven het normale bestaan uit. We gaan het anders doen. En dat lukt maar half, want wat blijkt, er is in dat tehuis nog iemand die zijn dementie acteert. En die zegt tegen Desiree onder andere, je speelt je rol niet goed, je doet het veel te overdreven, het komt veel te duidelijk naar voren dat jij niet echt dement bent. Wie wel haar eigen leven in de hand neemt, is zijn dochter Charlotte, die bij hem op bezoek komt, die ook gelooft in het feit dat hij dement is, die heel verhaal tegen hem afsteekt, waar onder andere ook haar relatieproblemen bij Pascal en waarvan ze zegt, ik ga bij hem weg, kijk, daar heb je een keuze, ik ga bij hem weg, het is op, die liefde. Dus zij maakt wel de keuze die hij had moeten maken. En zij kiest wel voor een nieuw bestaan en zij gaat wel boven de normaliteit van het dagelijks leven uit en zegt, oké, ik ga het aandurven. Het durven maken van keuzes en van de gemiste kans zijn motieven, denk ik, die het hoofdthema ondersteunen. Maar het slot van de roman is helemaal in lijn met de slapjanus die Desiree eigenlijk is. Als hij terug kan keren naar de samenleving als gezond niet-dement persoon, door de kampcommandant te verraden en de media erbij te halen die zich in groot getale op een gegeven moment melden bij Winterlicht, doet hij dat weer niet. Hij is bang voor het maken van keuzes. Hij denkt dan vervolgens na over zijn eigen dood. En dan gaan we naar het slot van de roman. Die wel een beetje moeilijk te begrijpen, dat wel een beetje moeilijk te begrijpen is. Hij denkt dan vervolgens na over zijn eigen dood in het laatste hoofdstukje. En dat kunnen we volgens mij op drie manieren lezen. Je kan erin lezen dat hij zich zijn eigen dood voorstelt. En hij stelt zich dan voor hoe Monique zal reageren en hoe de kennissen van de Pétanque Club zullen reageren. Heel mooi beschreven. En tegelijkertijd gaat hij dan gewoon door met de mens spelen. Hè? Want hij is nog niet dood. Hij stelt zich dat alleen maar voor, kun je dan van het laatste hoofdstuk zeggen. En hij stelt zich tenslotte voor dat hij naast die Rosa begraven wordt. Je kunt ook zeggen, dat is de tweede mogelijkheid, hij pleegt zelfmoord door, want er is namelijk sprake van het vallen door een raam.
Dat zou dan de doodsoorzaak zijn die aan de Pétanque Club verteld is en aan Monique. En dan zeg je, nou, hij heeft zelfmoord gepleegd, want hij kijkt er als het ware op terug, maar dit is een beschrijving van wat er werkelijk gebeurt. Hij pleegt zelfmoord door het raam te vallen of te springen. Als hij de vogels voert, ze achterna gaat eigenlijk met het vogelvoedsel. En ten derde kun je denken, de val door het raam zou door een ongeluk zijn gekomen en dan zou hij dus op een wel heel ongelukkige manier aan zijn eind gekomen zijn. Je kunt op die drie manieren kun je het lezen. Ik zou zeggen, ik lees het in lijn met de persoon die hij was, de slappe persoon die geen keuzes maakt. Dus gaat hij gewoon door met, stelt zich dat wel voor dat hij dood is, maar wacht hij daar gewoon op in dat tehuis. Maar je kan ook die andere manieren van lezen wel kiezen, want dat hangt samen met wat ik straks vertel over dat er aan het begin van heel veel romans staat, ik ga over de steek de Styx over enzovoort. Daar kom ik zo op. Het boek bevat ook een heldere maatschappijkritiek. Hij stelt namelijk allerlei misstanden in de zorg aan de kaak, die schrijver Dimitri Verhulst. Ik noem er een paar. Hij kritiseert de mythe dat je dementie kunt voorkomen door visolie te eten en noten. Dat vond ik nog wel weer humor. En veel te puzzelen, je hersenen aan het werk te zetten. Nou, hij beschrijft dat zeker met een zeker dédain van, nou ja, wat is dat nou weer? Als je het wordt, dan word je het nu eenmaal. Het zorgpersoneel wordt onderbetaald, dat is ernstig. En er is tegelijkertijd te weinig personeel. Die twee zouden wel eens met elkaar te maken kunnen hebben, maar dat zegt hij zo niet. Ouderen worden gedrogeerd om suf te zijn, zodat er niks georganiseerd hoeft te worden. 'S Avonds bijvoorbeeld worden ze al gauw met pilletjes gedrogeerd, zodat ze heel passief zijn. De zorg is peperduur. Voor mensen die iets bemiddelder zijn, is het helemaal wel gelijk aan een maandloon wat je dan uitgeeft in een maand daar zijn. Een gemiddeld maandloon ben je wel kwijt om daar alleen in dat verpleeghuis te kunnen zijn. Ernstiger is dat ouderen die niet meer willen leven, die worden volgens Dimitri Verhulst onder dwang kunstmatig gevoed. Desnoods, schrijft hij, worden ze vastgebonden, terwijl het probleem is dat ze geen zin meer hebben in het leven, geen fut meer, en eraf willen en daarom niet meer willen eten. Maar daar wordt niet naar geluisterd. Er wordt er voor die mensen beslist over die mensen. Fraai wordt in de roman de onherroepelijke vergankelijkheid van mensen neergezet. Een voorbeeld van die liefde voor Rosa, die afgetakeld is en sterft. Zijn beschrijving van de begrafenissen van ouderen is ook snijdend prachtig beschreven. En vooral vond ik, heel naar om te lezen, maar heel indrukwekkend, over die kar met benodigdheden voor het afleggen van het lijk. Met al die spullen, tampons en allerlei andere make-up en nou ja, allerlei andere spullen, een soort washandjes waarmee ze dan nog gewassen worden en zo'n soort kar rijdt er dan rond als iemand overleden is. Details daarvan die worden echt met een zekere gruwelplezier weergegeven. De vergeefsheid van alle menselijke inspanningen als de dood er is, die wordt heel goed in dit hele verhaal neergezet. Wat de opbouw betreft, Monique speelt graag een spelletje, ik ga op reis en ik neem mee. Nou, dat is een soort begin geworden voor ieder hoofdstuk, maar dan op een andere manier. Ik steek de Styx over en ik neem mee. En de Styx is in de Griekse mythologie
de rivier van de dood. Als je die oversteekt, dan ga je dood. En dat is een andere manier om te zeggen dat je naar de Hades gaat, dat je naar de onderwereld verhuist, dat je doodgaat. Dat geeft al aan dat Desiree eigenlijk bezig is met te verdwijnen. En daar zou dus die leeswijze van het laatste hoofdstuk ook helemaal bij passen. Hij heeft zijn keuzes gehad, de mogelijkheid tot keuze gehad, maar hij heeft ze gemist. Hij durfde niet met Monique te breken, hij durft niet te kiezen voor een heldere rol door de kampcommandant te verraden en dus kan hij beter de Styx maar oversteken. Of hij dat daadwerkelijk doet of niet, de Styx oversteken, dat blijft in de roman open. Wat hij meeneemt als hij de Styx oversteekt, kun je terugvinden in ieder hoofdstuk, maar niet precies bij iedere uitspraak die bij ieder hoofdstuk past, maar uiteindelijk in de hele roman kun je al die dingen die hij meeneemt, kun je een plekje geven. Tandpasta begint hij mee. En dat is maar zottigheid, want met die tandpasta schrijft hij woorden als boom en wortel op het glas van zijn toiletblok, zou ik willen zeggen. Daar schrijft hij die woorden met tandpasta op. En vervolgens ja, lijkt het zo te zijn dat hij door het raam valt. Maar of dat echt gebeurt, is maar helemaal de vraag. Dat hebben we net uitgebreid besproken. Verder is het een verhaal. Is het het verhaal van Desiree met flashbacks. Dus het is een niet continu geteld verhaal. En ook het perspectief ligt grotendeels bij Desiree. Maar er is wel een uitzondering op. Op een gegeven moment komt Charlotte bij Desiree. En zij vertelt dan over onder andere over het feit dat ze weggaat bij Pascal. En als ze deze komt, eigenlijk dat voelt Desiree wel aan, definitief afscheid nemen. Hij denkt, je komt nooit meer terug. En dat is ook zo. En dan ligt het perspectief namelijk bij Charlotte. Dus wat kun je samengevat zeggen? Dat perspectief ligt bij Desiree. Niet chronologisch verteld. En een klein gedeelte, klein perspectief, ligt aan het eind van de roman nog even bij Charlotte, maar dat springt al snel weer naar dat van Desiree. Het is goed een paar kleine voorbeelden te kunnen geven van het komische karakter van het boek. Ja, ik heb al het verhaal over die scheet verteld, wat wel komisch is dat ze daar zo'n geweldig punt van maakt. Maar wat ook wel om te lachen was, is het crucifix met Jezus aan het kruis. Desiree gaat zich zo enorm aanstellen en zo gillen, dat hij namelijk Tarzan steeds voor zich ziet. En dan kunnen ze geen andere oplossing bedenken dan dat crucifix weg te halen. En dat wil hij ook, want hij is helemaal niet gelovig en helemaal niet katholiek. Maar dat is wel grappig beschreven. Ander voorbeeld is, Charlotte is bij haar vader en zegt dus, zoals ik al zei, Pascal en ik gaan uit elkaar. En dan zegt ze erbij tegen haar demente vader, dat denkt ze, ik meen dat jij wel een geheim kunt bewaren. Nou, als je dement bent, dan ben je dat verhaal van die Charlotte natuurlijk een half uur later al vergeten. Dus ja, dat ligt nogal voor de hand. Dat is ook zo'n komisch moment. Ik denk dat jij wel een geheim kan bewaren. Dan natuurlijk Kukident, het lijmspul waarmee je kunstgebit vastzet. Dat wordt 2 of 3 keer genoemd met grote letters. Kukident, durf weer te lachen naar het leven. Nou, er valt totaal niks te lachen natuurlijk in dat verpleeghuis. Het is kommer en kwel, ellende van hier tot Gunder. En dan Kukident durft weer te lachen naar het leven. Dan nog een voorbeeld. Als de diagnose is gesteld,
Alzheimer gaat die vader kraaien van, dat gaan we vieren. Hij is natuurlijk niet dement, dus hij heeft gewoon zin in lekker gaan eten en een glaasje champagne. En ze drinken dan ook inderdaad champagne, behalve Monique, vind ik een prachtig klein detail. Het is komisch, want wat drinkt hij? Die drinkt water. Nou, dat geeft de truttigheid van die Monique. Geweldig mooi weer, dat vond ik erg grappig. Vader heeft dus ooit de caravan vergeten eraan te hangen toen ze op vakantie gingen. En als vader naar het verpleeghuis gebracht wordt met auto's, met twee auto's, één auto met zijn meubeltjes en één auto waar ze zelf in zitten, dan zegt hij: stop, stop, de caravan hangt nog niet aan de trekhaak. Nou, daar hebben ze altijd grappen over gemaakt, dus dat is natuurlijk ook heel grappig en daaruit moet dan weer blijken hoe dement die eigenlijk is. En ik meen, maar dan weet ik niet meer helemaal zeker, dat ze dat nog doen dan ook. Dat ze hem ook nog wegbrengen met die caravan aan de trekhaak. Maar helemaal zeker weet ik dat niet. De veelgeprezen stijl. Nou, je kunt wel zeggen dat het boek druipt van het sarcasme. Zeker als het die Monique betreft, maar ook de maatschappijkritiek die erin in voorkomt, is allemaal sarcastisch opgeschreven. Misschien mag je wel zeggen, in sommige gevallen is het gewoon cynisch. Hè? Bittere, bijtende spot. Bittere, bijtende humor. En Dimitri Verhulst, die staat er onbekend, en dat is een typische, leidt tot een typische eigen stijl, om in dezelfde zin een combinatie van poëtische taal, dus hele mooie gedichtenachtige taal, te combineren met de meest platte en grove taal die je kunt bedenken. En die combinatie van die twee taalregisters, van die twee manieren van spreken, levert een geheel eigen stijl op, waarmee je meteen een verhaal van Dimitri Verhulst herkent. Dat was het wat betreft de laatkomer. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Is dat het geval, dan mag je me liken, dat vind ik erg leuk. Of een andere reactie geven. En ik wens je een fijne avond en tot het volgende boek. Ik zou zeggen tot de volgende keer, maar nou ja, dan zien we elkaar bij het volgende boek. Dankjewel.